Nederland kampt met het tekort aan koks die Aziatisch kunnen koken. Om de ROC-leerlingen hier warm voor te maken, krijgen ze vandaag een rondleiding door 3 verschillende Aziatische keukens. Goedemorgen, in welke tijd plaats je dit? 1750. Engels naam is Ricky Pan. Ik ben 35 jaar oud. Ik zit al meer dan 10 jaar in het vak. Maar er is nog heel veel dingen te leren voor mijzelf. De andere chefs die hebben meer dan 25 tot 30 jaar in het vak. Ik zal jullie 3 meest bekende dimsum laten zien en ook laten doen. Lekker? Ja. Dimsum is iets dat je hart gaat raken. Het wordt met hart gemaakt, omdat wij alles met handen doen. En wij moeten corrigeren met handen en onze ogen, kijken hoe we het doen. En dat is de manier hoe we het maken van dimsum.咁我知道文生自己咧就13歲已經開始做點心啦。咁其實過依咁多年啦，做咗幾十年啦。咁係學咗最多係咩咧？最多啊係點樣講啊？一個廚師嘅心咯，最主要放個心出嚟做嘢啦，係咪？做你話學到點心嘅，學到啲乜嘢 ？What vond je van？ Ik vond het wel interessant. Ik heb nog nooit echt in het keuken kunnen kijken van een Chinese restaurant. Zou jij hier willen werken? Ik zou hier graag wel willen werken. Ik zou hier wel willen werken. Mijn naam is Winston Chu. In 2003 ben ik hier begonnen met een Japans concept. Wat jullie hebben gegeten? Maal 200 plus wordt er hier dagelijks over de toonbank geserveerd. De keuken moet 200 plus salamootjes, 200 plus beef rolletjes. Ga zo maar door. Er worden duizenden sushi's gemaakt hier. Hoe doen we dat? Dat gaan wij zo zien.
Nou, we staan nu in een Japans restaurant. Ja, leren jullie eigenlijk op RC ook Japans koken of Aziatisch koken? Nee, we hebben er niet zoveel mee gedaan. Wat is nou nieuw in een Japanse keuken wat je niet in een Nederlandse keuken of een westerse keuken ziet? De apparatuur is wel vrij hetzelfde meestal, maar de technieken zijn toch eigenlijk anders. Naast mij staat Sven Bakker. Nou, om te beginnen, het is een Aziatisch fusion restaurant. Wat is anders? Kooktechnieken, bakken natuurlijk, wokken, roken, stomen. Nou, we hebben vandaag met ROC-studenten drie verschillende keukens gezien. De Cantonese keuken, de Japanse keuken en de fusion keuken. Ik ben er in ieder geval heel enthousiast van geworden. Stap in zo'n restaurant eens in en neem een kijkje in de keuken of ga anders proeven. Dit was Hong Tong Wu voor CRTV. Ik ga binnen wat eten.